Hoi, ik ben Robertus en welkom aan alle mensen die de moeite en de energie nemen om te luisteren naar deze video. Ik was gewoon een beetje bezig en ik was een beetje met de planning bezig. Wat ga ik deze week doen? Ook op mijn kanaal. Daar heb ik wat teksten voor gemaakt. Ik had wat linken gedeeld voor de lezing over parasieten en de lezing over voeding en gezondheid. En ja, ik heb deze week heb ik een paar gesprekken gevoerd met mensen. Gewoon omdat het. Ik voel natuurlijk, maar het is niet bijzonder dat ik gesprekken voer met mensen, maar gewoon over waar we met z'n allen in zitten. En ja, die gesprekken die voer ik lang niet met iedereen, zeg maar. Maar deze week had ik een paar mensen met wie ik via de telefoon sprak. En ja, dan komen er zo dingen bovenborrelen die ik eigenlijk graag zou willen delen. En soms ook denk van ja, maar heb ik dat niet al lang gedeeld? En ja, wat voegt het verder toe? En nou ja, dus ik had zoiets van, nou ja, ik maak een tekst en dan ben ik even gaan kijken. Toen heb ik ook een tekst gedeeld van Juriaan van Dongen, wat Karin Bloemen gezongen heeft, waar wacht je op? En dat was wel wat uit die gesprekken. Die ik met een aantal mensen had, wat er voor mij naar voren kwam. Ik hoor mensen zeggen en ik zie mensen schrijven. Het lijkt wel of het stilstaat, maar we moeten er toch wel bijna zijn. En, ja, dat soort dingen, zeg maar. En ja, het enige wat bij mij steeds naar boven komt, dat is maar waar wacht je op? En in de gesprekken met een aantal hele lieve mensen die ik zo langzamerhand ken, zeg maar. Ja, kwam ik tot de conclusie, eigenlijk wachten al die mensen op zichzelf. En dat is aan de ene kant een mooie boodschap, want het zit allemaal in jezelf. Jij kunt het allemaal zelf. Jij kunt nu bepalen dat het klaar is en dat het voorbij is. En dus dat is de mooie kant van de boodschap. De wat minder mooie kant van de boodschap is dus ja, dat mensen op zichzelf blijven wachten, maar dat soms niet doorhebben dat ze op zichzelf wachten. En dan wordt het ook weer zo triest, want dan kun je wachten tot je een ons weegt. Maar dan gaat er gewoon niet gebeuren wat jij graag wil. Nou ja, dus ik zat te denken van hoe ga ik dat nou toch delen op mijn kanaal? Ja, nou ja, ik zeg al, Juriaan van Dongen is natuurlijk een fantastische tekstschrijver. En Karin Bloemen is een fantastische zangeres. En Marnix Bustra is een fenomenale muzikant. En dus dat had ik gepost. En toen dacht ik, ja, maar nou heb ik toch ook nog zin om er zelf wat over te zeggen. Want het is. Ja, ik denk, laat ik het zo zeggen, voor mijzelf is het gewoon belangrijk dat je weet dat jij het verschil maakt. En dat als jij gaat wachten, nou ja, je moet die tekst hè, op mijn Telegram-kanaal voor de mensen die via YouTube luisteren. Ik kan dat niet delen via YouTube. Dat heeft met rechten te maken. Dus als je wilt horen welk nummer ik heb gedeeld, dan is het misschien toch goed om naar mijn Telegram-kanaal te gaan. Maar ja, in die tekst zit dan zoveel eigenlijk alles wel wat ik wil zeggen. Dus ja, ik kan zeggen, luister naar die tekst. Er zitten mensen te wachten op van alles en nog wat buiten zichzelf, hè, op een plan wat er zou zijn. Of een plan wat er nu uitgerold wordt. Op de redder. Die mogelijk achter de schermen wel bezig is. En al die tijd zit jij gewoon te wachten op jezelf. En jij kunt het zelf veel beter dan welke redder op de wereld dan ook, of welk masterplan op de wereld dan ook. Jij kunt het zelf het best. Jij hebt jouw leven gekregen. Jij bent de enige die kan en mag beslissen over hoe jij dat leven wil gebruiken. En ik ben ook nog steeds bezig met mijn, ik zou bijna zeggen voorstelling, maar dat is het niet. Het blijft een lezing, hè, maar over schijt en dronkenaadje. Dat mensen denken, ja, dat wil ik wel, maar dat kan eigenlijk niet, of dat mag niet, of wat zal die er wel niet van vinden? En ik denk, gooi dat toch allemaal overboord. Schijt en dronkenaadje. En doe gewoon precies wat jij wil.
Ook ongeacht de consequenties. Want je zult merken, als je nu denkt, ja, maar dan moet ik dat veranderen, of dan raak ik dat kwijt, of dan moet ik opeens. En je zult merken op het moment dat jij gewoon stappen neemt, dan groei je daar langzaam in. En dat is wat ik ook nog graag kwijt wil. Heel veel mensen zitten ook te wachten op een moment. En men zegt, ja, het omslagmoment, of het moment. He, dat we kunnen zeggen, hier was de oude wereld en vloep, daar is de nieuwe wereld. Mensen zitten te wachten op een soort flipmoment, dat alles omflipt van heel slecht naar heel goed. En ik denk, als je nu gewoon in het hier en nu leeft, dan hoeft het nu niet heel slecht te zijn. Dan kun je het nu gewoon ook al heel goed hebben en in ieder geval stappen zetten in de richting waarop jij het graag wil hebben. En dan hoef je niet te wachten op het flipmoment, wat volgens mij ook niet gaat komen. Ik geloof niet dat er een moment komt waarbij je kunt zeggen van en toen is alles veranderd. Het is een proces. Alles in de natuur werkt volgens processen. En natuurlijk. Er kan een crisis zijn, of hooguit, ja, zou je kunnen zeggen, iets wat het allemaal versnelt. Hè. Als je naar de natuur kijkt, er kan een vulkaan uitbarsten, er kan een aardbeving zijn, er kan een enorme storm opsteken. Hè, maar dat is nog steeds niet van het een op het andere moment. Dat is gewoon een proces waarbij allerlei energieën samenkomen en er een enorme versnelling teweeg. Dat een enorm. Versnelling teweeg brengt. Maar die versnelling kan jij gewoon teweeg brengen als jij maar in actie komt. En ik gun het iedereen in zijn leven. Ik gun het iedereen in zijn leven dat je niet gaat wachten op het moment, maar dat je het ziet als een proces. Een proces wat jij kunt versnellen en dat je niet gaat wachten tot iemand dat voor je doet of dat er iets gebeurt waardoor het versnelt, hè, maar dat je gewoon bewust wordt van je bent op jezelf. Aan het wachten. Dus kom in actie. Dank je wel voor het kijken en luisteren naar deze video. En heel graag tot een van de lezingen, of misschien wel tot een persoonlijk consult, of misschien wel in een volgend filmpje, of misschien wel een keer ergens in een live. In ieder geval heel graag tot een volgende keer bij een van de activiteiten van Inspiratiekanaal Robertus.